gezien, vrienden? Ja, Jinek? Ja, met Baudet? Nou zeg, was dat even wat? Ja, dan worden die verkiezingen toch ineens weer leuk gewoon. Dan gebeurt het in ieder geval toch iets. Want het is een beetje saai natuurlijk, maar nu in ieder geval actie. Maar wat voor actie? En dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Kijk, allereerst moet je je afvragen, willen we die Baudet in de uitzending? Daar begint het al mee. En dan, ja, oké, als je dan besluit om te zeggen, oké, we gaan die Baudet, die gaan we in de uitzending halen. Nou, ik bedoel, dan laat je hem gewoon praten zoals Baudet doet. Want die Baudet, dat is natuurlijk gewoon de Trump van Nederland. Dat snappen we toch allemaal wel. Doet een petje op. Hij gaat alles ontkennen. Alle feiten bestaan niet. Corona bestaat niet. En noem het allemaal maar op. Dus dat is gewoon onze Donald Trump is Baudet. Nou, fijn. Goed. En die nemen we dus niet serieus. Nee, natuurlijk niet. Maar dan laat je hem gewoon praten en je laat hem gaan in die uitzending zoals die deed. Dus die maakt zichzelf gewoon af zoals dat ook hoort. En dat deed Jinek keurig en die ging er dan ook wel keurig een beetje tegenin en dit en dat. Dus zo fijn. Maar dan komt de enorme fout. En die heet Martijn Koning. Ja, Martijn Koning. Die kwam nog eventjes in de laatste minuten nog even de boel verschrikkelijk verzieken. Want die ging nog eens eventjes zogenaamd als cabaretier eventjes aan Baudet vertellen wat hij allemaal van hem vond. Nou, Martijn Koning, die heb ik voor het laatst gezien, geloof ik, in een nieuwjaars- of een oudejaarsconferentie. Nou, jongens. Ik bedoel, als ik die had gegeven, dan was ik gewoon even een tijdje heel lang geëmigreerd. Dus die weet al een tijdje niet wat leuk is. En dat was nu ook het geval bij onze Martijn Koning. Want het was dus verre van leuk, totaal niet leuk. Dus gevolg, dan ga je daar een verhaaltje aan houden tegen die Baudet. En dat werkt alleen maar in zijn voordeel. Dus Baudet die gaat daar weg. Mensen denken van, oh wat zielig voor die Baudet. Hiddema die begint nu zelfs ineens weer te roepen, ik ga ook weer meedoen met Baudet. Dus alles wat die Martijn Koning heeft gedaan is alleen maar in zijn voordeel. En het werkt dus. Hey, Martijn Koning. Averechts heet dat. Averechts. Schrijf dat woord op. En Martijn Koning, blijf even voorlopig uit beeld en uit die talkshows. En weet ik veel. En ga eventjes opnieuw uitvinden wat leuk is. Dankjewel.